Ja, je hebt het waarschijnlijk al gehoord of gezien op een video. Dat je snel en makkelijk met een simpele fluovest zoals deze ergens makkelijk binnen geraakt waar je eigenlijk gewoon inkomgeld moet betalen. Dus wij willen de test aangaan of het ook ons lukt om overal binnen te geraken. We kozen de volgende locaties. De zoo, cinemas, museums en de bedoeling was ook pretparken, maar ze waren nog dicht op het moment van de opname, dus misschien voor een andere keer. Disclaimer, dit is gewoon een experiment. We proberen hier geen profijt uit te halen. Probeer dit AUB niet na te doen, want je kan werkelijk in serieuze problemen komen. Dus we doen dit experiment zodat jij het zelf niet hoeft te doen. En aan de organisatie zelf, zie dit als een opportuniteit om jullie veiligheidsmaatregelen en toegangscontrole te verscherpen. En wij beginnen dit experiment in de zoo van Mechelen. Let's go! Wat doen we op dit? Ja, toegankelijkheid. Eerlijk waar, met die super zenuwachtig, we zijn echt zo simpel binnengekomen, jongens. Alright, dames en heren. Onze eerste poging, en we waren een beetje sceptisch voor deze, want ik dacht niet dat we zo makkelijk binnen geraakten. Dus straks gaan we zo naar Zoo Antwerpen. En als daar ook lukt, dan... The game is on, je weet wel. En ja, we gaan een beetje verkennen, toch? Let's go! Alright, we zijn volgens mij op 1/3 van de park. De interessante dieren hebben we nog niet gezien, dus zoals olifanten, leeuwen, hebben we nog niet gezien en die willen we nog eerst vinden voordat we naar de volgende locatie gaan. Alright, we hebben de leeuwen gezien. Dus ik zeg missie geslaagd en we gaan nu op naar Antwerpen. Er staan twee security mensen. Tarek is al op locatie om te filmen van op afstand. Hi. Oh shit, oh shit. Ik ga ook eens verkennen. Let's go. Zeg maar, ik wil iets vragen. Wat is de kostprijs van de zoo? Antwerpen. Daar hebben we een abonnement van hier, dus dat was heel weinig. Oh, oké. Okay. En hoeveel euro voor een ticket? Belastingen 30, 70, 20. Ha, is dat zoiets? Oké, en was het top of is het waar? Ja, we hebben al jaren abonnement. Ah, echt? Je zit vaker binnen bij de. Ah, oké, okay, top. We wonen hier aan de hoek. Ah, nice. Ah, top. Ja. Precies. Dan waren we niet nog van je dag dan. Dat liet je wel. Ik ga nu terug naar buiten. Check het uit. Vanavond. Alright, blijkbaar is er ook een abonnement voor mensen die in de buurt wonen. Die jongens die ik net heb gevraagd, ze hebben een abonnement, dus ze kunnen altijd binnen. Maar ze zeiden me ook dat het ticket ongeveer 30 euro zal kosten. Dus we hebben 30 euro bespaard met een fluovestje. Ik zeg, op naar de volgende, let's go. Oké, okay. Next up. Let's go. Ik heb opzettend veel zenuwen voor deze, want er staan security mensen. Hallo, wie ben ik? Ja. Miriam. Maar ik heb zo'n meter. Dan maak ik ook meer meter tegen Miriam, dan maak ik niet uit. Okay.
Jullie, dat is gelukt. Dat is gelukt. Ik kan dit nog altijd niet geloven. Ik was nog nooit zo zenuwachtig geweest, maar uiteindelijk toch binnengeraakt. En de grappigste van al, hij hield mij even tegen. Ik zei van, ah, oké, laat maar, ga maar door. Ja, we gaan level up. Ik zou daar maar niet zo zeker van zijn, want de volgende twee locaties was een totale mislukking. Hallo. Ja, ik ben hier voor een klasietje. Weet ik niks aan, hè? Wie heeft u gestuurd? Ik ben een bedrijf, dus ik weet niet exact hoe hier dat moet. Ik heb daar geen afspraak voor gekregen, hè? Abort mission. And just like that, druipte ik af naar het volgende museum. Ja. Ah ja, zeker. Ja. Ja, we zijn hier voor het quality check. Ja, we komen altijd. Eerst een paar aanmelden. Oké. En de bar. Daar waar aan zoeken we. Alright. En komen altijd onaangekondigd dus. En jullie komen van? Just Ice Enterprises. Ja. Ja. Ik wil daar gewoon weg, jongen. Dus, oké, museum lukt al niet. Wat een goede zaak is, is gewoon een test. Twee museums zijn niet gelukt. Ja, bij deze. In museums geraak je niet makkelijk binnen. En dan was het tijd om binnen te komen in de grootste cinema van Antwerpen. Oké, we zijn nu in Kinepolis. En we gaan proberen samen binnen te geraken. Check it out. Oh my god, het is echt leeg. Dat gaat echt opvallen, maar f***het. We gaan gewoon proberen. En het is echt zenuwslopend dit, jong. Dat willen we niet weten. Alright. Ja, het lag hier. Helemaal welzijn. Hallo. Goed, we zijn met mijn quality check bezig. Oh my god, jongens, je hebt een check. Ik wist niet dat het zo makkelijk ging zijn. We zijn gewoon in de Kinepolis zaal. Helemaal voor ons. Toegankelijkheid. We zijn vriendelijk, by the way. Dus voor de mensen die dit zien, doe het thuis niet na, want wij zijn professionals. En ik zou zeggen, we gaan dit vaker doen, maar met andere zaken. Dus nu is het met een fluo vestje en je ziet het gaat gewoon heel fiet. Ja, één ding weet ik nu zeker, ik ga de fluo vest voor de rest van mijn leven. En voor de rest, like en abonneer even mensen, want binnenkort gaan we 30 dagen lang toffe video's posten. Help ons dus naar de 10.000 abonnees en ik zie jullie alvast op de volgende video. Later!